Naar je laptop kijken, naar je smartphone of naar je docent. Voor veel studenten lijkt de keuze snel gemaakt. Om je studenten iets bij te brengen, moet je hun aandacht kunnen vasthouden. Dus put je uit diverse bronnen, verwerk je afbeeldingen en misschien zelfs filmpjes en zet je je lessen op de online leeromgeving. Allemaal heel slim, maar als je het fout doet, kunnen de gevolgen naar zijn. Dus welke stappen moet je nemen om bronnen te mogen digitaliseren? Welke afbeeldingen mag je wel en niet gebruiken? En wat mag je allemaal uploaden, delen via een leeromgeving? De antwoorden op al deze vragen en meer vind je op www.auteursrechten.nl.